Hallo, ik ben Sophie en ik heb altijd een probleem met bananen. De bananen in mijn fruitmand die worden veel te snel bruin en ik vraag me dus af of er een trucje bestaat om dat proces te vertragen. Dus ik heb het even getest. Ik kocht 4 trossen groene bananen en na 5 dagen is dit het resultaat. De eerste tros bananen heb ik samen met ander fruit gewoon op kamertemperatuur in de fruitschaal bewaard. Na 5 dagen zien de bananen er niet meer groen uit, maar diepgeel met bruine vlekjes. Ze smaken lekker zoet en het vruchtvlees heeft geen gekleurde vlekjes. Voor de tweede test bewaarde ik de bananen op kamertemperatuur, maar zonder ander fruit erbij. En op een andere plek, niet in de buurt van de fruitschaal. De bananen vertonen iets minder vlekjes op de schil, maar het vruchtvlees is geler gebleven dan dat van de banaan die bij het andere fruit werd bewaard. Ze smaken lekker zoet, maar een klein beetje anders dan bij de eerste test. Voor de derde manier bewaarde ik de bananen in de kelder. Daar ligt er geen ander fruit bij en het is er koel en donker. In tegenstelling tot wat ik verwacht had, zijn deze bananen op 5 dagen tijd toch ook wel bruin geworden. Ze zien er hetzelfde uit als de bananen die in de keuken hebben gelegen en ze zijn aan de binnenkant iets minder gekleurd dan de vorige twee en smaken ook iets minder zoet. Nog een ander trosje bananen bewaarde ik in de groentelade van de koelkast. Mijn koelkast staat op 4 graden. Deze bananen zijn eigenlijk nog het meeste groen. Ik zie niet zoveel verschil met hoe ze 5 dagen geleden de koelkast ingingen. Je kunt de banaan niet zo goed schillen. De schil komt niet zo goed los. En het vruchtvlees is heel wit. Ik vind deze banaan niet goed gerijpt. Nog een ander trosje bananen bewaarde ik in de diepvriezer op min 18 graden. Deze bananen zijn helemaal bruin-groen geworden en zien er helemaal niet aantrekkelijk uit. Het vruchtvlees is vrij wit en smaakt een beetje nat en plakkerig. Ik vind het net bananenkauwgom, echt vies. Voor de zesde manier omwikkelde ik de bananensteeltjes zo strak mogelijk met vershoutfolie. Na 5 dagen is hier een duidelijk verschil met de andere trosjes. Deze bananen hebben duidelijk veel minder bruine vlekjes. Ze voelen ook zachter aan. De banaan smaakt perfect. Ik testte ook nog een zevende manier, namelijk de steeltjes omwikkelen met aluminiumfolie. Ook deze bananen zijn mooi gerijpt, maar ze hebben toch net iets meer vlekjes dan de bananen die ik omwikkelde met vershoutfolie. Ik denk dat dat komt doordat de aluminiumfolie niet zo strak rond de steeltjes zat. Het vruchtvlees is ook heel zacht, maar het heeft iets meer bruine puntjes en de smaak is een beetje minder banaan en eerder gewoon zoet. Mijn eindconclusie? Op de derde plaats komt de bananen bewaren bij ander fruit. Maar de beste resultaten kreeg ik bij het ontwikkelen van de steeltjes. En als je geen vershoutfolie of aluminiumfolie in huis hebt, dan leg je de bananen maar gewoon in de fruitschaal bij het andere fruit.